Beste kijkers, we hebben vandaag weer een interessante gast. Dat is het Marsmannetje. En ook hij heeft een boek geschreven over ruimte en tijd. Nou, allereerst Marsmannetje, hoe kwam je zo op het idee om daarover te gaan schrijven? In vlog 20 had ik daarover een goed gesprek met Ridder DJ. Het is natuurlijk best opvallend dat er net een ander boek is uitgekomen, hè, van diezelfde Ridder DJ. In hoeverre heeft dat verband met elkaar? Dat is puur toeval. Ja, zou je ook iets willen zeggen over wat je vooral is bijgebleven naar aanleiding van het schrijven van dit boek? Ik heb door de ruimte gereisd en dat kostte best veel tijd. Ben je ook nog tot bepaalde algemene conclusies gekomen? Tijd en ruimte kun je allebei moeilijk vernietigen. Het boek is niet zo heel dik. Hè? Het is geen dikke pil. Hè? 10 bladzijden. Hoe is dat zo gebeurd? Ja, ik had niet echt de ruimte om daar veel tijd voor vrij te maken. Dank voor het kijken en we zien u graag terug. Als u daar natuurlijk de ruimte en tijd voor heeft.